kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag gaan we iets heel erg leuks doen. Nou ja, eigenlijk nog niet vandaag, want het is een vlog die verspreidt over 2 dagen. Maar ik ben dus met Denise. Hi. En wat wij gaan doen is de gecostumeerde pas de deux. Dus ben je nou benieuwd wat het inhoudt, blijf dan zeker kijken. Nou, zoals ik al zei, gaan wij dus de gecostumeerde pas de deux rijden. En dat houdt dus in dat je een proefje met z'n tweeën gaat rijden. En dat je dan verkleed gaat. Dus dat is heel erg leuk. En hoe wij verkleed gaan, dat gaan we straks bekendmaken. Maar wat we nu gaan doen is we gaan Mojito eerst poetsen en opzadelen. Want we doen dus eigenlijk op Mojito en Joomla gaan we het doen. Dus Joomla, die hebben jullie misschien wel eens een keertje voorbij zien komen in sowieso in een van mijn video's. Maar dat is ook een bonte pony. Dus, en dat is Denise, de lievelingspony. Dus wij vonden dat wel leuk om te doen, 2 bonte ponies. En wat we nu gaan doen is, ik ga met Mojito gaan we zo meteen oefenen. Omdat Mojito is natuurlijk mijn eigen paard, dus daar kan ik een soort van mee oefenen. En we gaan kijken of de muziek een beetje klopt. Want we hebben best wel gaaf muziek eronder, want dat mag dus ook met muziek. Dus dan gaan we kijken of dat klopt. En we zullen jullie straks ook een beetje al van de proef laten zien. En van onze kostuums, want die zijn ook heel gaaf. Maar ik ga nog niet te veel verklappen, want het meeste moet natuurlijk nog vanmorgen blijven. Maar we gaan Mootje nu eerst even poetsen. Dat is wel nodig. Nou, Mojito is er klaar voor, dus we gaan nu naar de bak toe. En we waren net al even bij de bak, maar we zagen dus dat de hindernissen... Dat de hindernissen van gisteren van de springles er nog in staan. Dus we moeten er een beetje omheen rijden, maar ik denk dat het wel gaat lukken. Gekke stuk. Nou, we zijn nog eventjes naar buiten gegaan en Denise die is Moni nog aan het uitstappen, want zij heeft net ook nog eventjes kort haar proefje geoefend. Een beetje de lijntjes, maar het was binnen niet ideaal om te oefenen, want er stonden hindernissen. Dus het moest allemaal een beetje krap draaien en Mo liep ook niet zo heel mooi. En nu zijn we dus naar buiten, want er is binnen les, maar we konden straks niet buiten rijden omdat het heel hard regende. En we wilden de muziek proberen. Maar ik zou eigenlijk mijn boxje meenemen, maar dat ging niet helemaal goed, want ik ben vergeten. Oh, ik vergeet zo vaak dingen. Maar goed, het lukte gelukkig met alleen de telefoon. En we hebben wel gezien dat we een aantal dingen iets moeten inkorten. Anders kloppen we niet als muziek. Dan zijn we juist op het rustige stuk in galop. Terwijl we eigenlijk op het drukke stuk in galop moeten zijn. Dus ja, we moeten even wat dingetjes aanpassen. We dachten nu de proef goed te hebben, nu we aan het uitstappen zijn. Alleen nu gingen we hem net nog eventjes in stap lopen. En daar komen we toch niet helemaal uit qua op de juiste hand rijden. Dus we gaan er thuis even naar kijken. Want thuis hebben we zo'n bak getekend staan met krijt en daar oefenen we dan in. En we moeten hem dus ook helemaal uit ons hoofd kennen, want we willen geen voorlezer. Dus we moeten eventjes een beetje gaan kijken hoe we dat allemaal gaan aanpakken. Maar dan gaan we straks thuis eventjes naar kijken. En Denise is dus nu mooi aan het uitstappen, want hij zweet best wel een beetje. Terwijl hij eigenlijk helemaal niet zo heel veel gedaan heeft. Maar ik moet hem dus echt scheren en ik zie er echt tegenop, want het is niet echt ons... Ja, ik weet niet hoe hij daarop gaat reageren. En ik heb wel eens in de buurt van een paar staan die ze aan het scheren zijn. En dan is hij wel heel gespannen. Maar ik weet niet hoe hij het doet als ik het zelf ga doen. Want de oren uitknippen gaat nu steeds beter. Want ik had net een momentje dat ik gewoon eventjes 5 seconden kon knippen zonder dat hij een kick gaf. Maar daarna ging hij wel weer gek doen. Dus het gaat wel steeds beter. Maar ik moet even kijken hoe ik dat met scheren ga aanpakken. En dan gaan we zo meteen weer naar huis toe. En thuis zal ik jullie de kostuums laten zien. Het is echt heel gaaf. Ik heb het altijd al een keer willen doen. Maar dat krijg je straks thuis te zien. Hoi allemaal, het is nu 's ochtends vroeg en ik heb mijn haar net gekamd. Ik zou je eigenlijk gisteren al het kostuum laten zien, maar dat is er eventjes niet van gekomen. Dus ik doe het eventjes nu, de dag van de pas de deux. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Maar ik heb er ook wel weer heel veel zin in. En ik ga zo meteen dan naar de manege toe, omdat ik eerst eventjes wat paarden buiten ga zetten. En wat stallen ga mesten en paarden ga voeren. En daarna ga ik mezelf klaarmaken voor de pas de deux. En dan komt Denise als het goed is ook, want die moet ook werken. Alleen die werkt weer op een andere stal, dus die moet weer heel snel hierheen komen straks. Maar ik zal jullie laten zien wat de outfit is. En ik ga jullie eerst een beetje de decoratie van de outfit laten zien, dus ook van het paard.
En dat zijn deze bloemen. Daar heb ik ook nog meer van. En onder andere ook dit lint. En nog veel meer dingetjes, maar dat zullen jullie wel zien. En dan nu mijn outfit. En dat is echt te gaaf. Echt, ik heb het altijd een keer willen doen. En ik hoop ook dat mijn, datgene wat ik nu zo meteen ga laten zien, ook zo later zo is. Dus, oké, hier komt hij dan. Hij hangt hier aan de kast. 3, 2, 1. Ik ga mijn moeders trouwjurk op Mojito. En ja, hij is al ietsjes aan de grote kant natuurlijk. Want mijn moeder die was ook zwanger van mij toen ze ging trouwen. Dus, maar als ik hem achter met speldjes vastzet, dan gaat het wel. En hij ligt ook zo over Mo's kont heen. Dus dat vind ik wel heel erg gaaf. En Denise gaat in een zwarte rijbroek en dan een zwart jasje en een stropdas. En dan hebben we op de cap heb ik dan Mrs. staan en zij heeft Mister dan staan, zeg maar. Dus ja, ik heb er heel erg veel zin in. En het lijkt me zo leuk om in een bruidsjurk op het paard te gaan zitten. En ja, mijn moeder die zei ze van ja, ik doe er toch niks meer mee. Dus ja, ik mocht hem aandoen en ik vind het echt heel leuk. Hij is ook best wel lang aan de achterkant, want hij hangt nu hierboven nog een keer dubbel, zeg maar. Hij is nog twee keer de lengte die hij nu is. Dus ik zal hem zo meteen eventjes iets beter op de film zetten. Maar dit is hem dus en ik heb er echt heel erg veel zin in. Maar ik vind het wel heel spannend. We hebben Mo en Joemla al klaargezet. En ik heb vanochtend ook al even snel bij Joemla gedaan. Kom maar kijken. Want Denise moest dus werken, dus die was wat later. Dit heb ik niet. Nou, want ik vind dit heel eng of zo. Maar ik heb daar lint bij Joemla in de maandag gedaan. En ik ga nu bij Mo ga ik een beetje sieren. En ik heb dus deze, die ga ik in zijn manen doen. Of de roosjes. Kijk. En ik heb dus ook nog deze roos, hè, die ik vanochtend liet zien. Maar ik moet nog even kijken wat ik ga doen. Maar ik denk dat ik dit in zijn manen ga doen. Dus dit er sowieso even van afhalen. En dan nu proberen om in zijn manen te krijgen. Ik heb dat ding in zijn staart gehangen. Maar ik hoop dat je dat ziet met die jurk komt. En dat ik ook er mee aan. Dat zien we wel. Ik vind dit wel heel schattig. Nee, mijn handen worden wel helemaal glitterig. Ik heb de roos erin zitten en dan krijg ik Denise krijgt nog eentje opgespeld. En dus misschien doe ik er nog eentje, maar dan moet ik even kijken. En ik ga me nu ongeveer, want het loopt best wel een beetje in volgens mij, ik weet het niet precies. Maar ja, ik moet nog een hele jurk aan en zo, dus dat wordt nog wel wat. Dus dat gaan we nu doen en dan snel Mo opzadelen en Joemla opzadelen en dan rijden. Ik had al wel een jurk. Nou, dat uit zijn staart valt deed dat uit, dat heb ik eruit gehaald. Maar ik ga nu dit, zeg maar, er staat mis. Ik zal het zo meteen als het op mijn cap zit beter laten zien. Maar dat ga ik dus op mijn cap plakken. En Denise heeft dus, zeg maar, MR en ik heb MSR van mis en mister, zeg maar. Nou ja, ik ben heel erg benieuwd. We hebben nog wel één probleempje. Want ik had dus Denise's zadel versierd. En dat heeft iemand anders gezien. En die heeft het zadel dus nu gepakt. Dus nu moeten we gaan wachten op dat zadel te kunnen inrijden. Dat is echt, echt niet fijn. Maar goed, we moeten het nu mee doen. Ja, gaan jullie het trouwjurk aan doen? En dit zit trouwens op mijn cap. Kijk, nu staat er mis. Ja. Was het wel? Ja. Hi! Mooi, zeg. Ach, het is lekker naar buiten kijken. Ja. Oh, yeah. Kunnen we nog eens naar knotten maken? Ja, daar. Wat is dit ook wel wat netter? Ik ben een beetje losgegooid haar. Dus, nou ja, mijn moeder is nog dicht aan het maken. En ik heb dus hier die dingetjes neergezet. En, nou ja, ik ben echt heel benieuwd hoe dit zo meteen op mode gaat zien. Dan moet ik ook nog wat strakker. Op
opstijgen was wel even een dingetje. Maar ja, ik zit er nu op en ik hoop dat dit erin blijft zitten. Dat het niet onderweg de proef eruit valt. Ik ga nu even een beetje inrijden en dan, dan gaan we zo de proef rijden. Thank you.
weer. Maar ja, wat vind jij er eigenlijk aan? Dramatisch. Ja, nou ja, het begon buiten al leuk. En toen gingen we dus naar binnen. En het begon eigenlijk wel oké. De binnenkomst en de eerste stukjes in de draf waren wel oké. Alleen toen moesten we gaan galopperen. En toen schoot Joomla een paar keer weg. En nou ja, ik kreeg me ook niet echt goed op de hoefslag. Dus dat was ook een beetje niet zo netjes. Maar goed, toen was het twee keer galopstuk voorbij. Het tweede galopstuk ging bij mij wel goed. Maar bij Denise vloog Joomla steeds van die muziek. Want de muziek werd jury op. We hadden het liedje Hardcore, dus die stond best wel hard. Yep. En ja, het schoot Joomla een paar keer echt flink weg. En nou, toen op een gegeven moment hadden we hem wel weer oké, maar was het al bijna einde van de proef. En toen reed ik voor de eerste keer zeg maar, in de proef recht op de spiegel af. Want wij hebben dan daar zeg maar, zo'n spiegel zitten. En daar reed ik recht op af. En Modi ziet dat zo, die draait zich om en rent weg. Want hij had die jurk nog helemaal niet zien wapperen. Zeg maar al die paarden zoals Joomla, die had dat in de buitenbak al zien wapperen. Maar hij had dat natuurlijk nog niet gezien. Dus hij zat ineens in de spiegel, hij draait zich om en rent weg. En dat deed hij toch twee keer aan toe. Dus nou ja. Maar op zich... Het was leuk om te doen, toch? Ja. En ik vond het ook heel leuk om een keer met een jurk op een paard te zitten. Dat was altijd mijn best. Als ik echt ga trouwen, dan wil ik ook gewoon bij mijn bruiloft paarden hebben, jij? Ja, altijd. Dus dat vond het wel heel leuk. Ja, het is nu alweer de volgende dag, maar het ging gisteren een beetje na de paddedeur een beetje hectisch allemaal. Want ik moest nog snel een paar stallen doen en ik moest daarna nog wat paarden op stal zetten. En toen gingen we naar huis, want we hadden s'avonds ook weer een feest bij ons thuis. En, want mijn ouders vierden gezamenlijk hun verjaardag. Dus het was een beetje chaotisch en zo. Dus vandaar dat ik het nu eventjes zo vandaag doe. En ik sta hier nu bij Uni, want ik wilde eerst mijn Mootje filmen. Maar Mo zat helemaal in het blubber en het regent. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik al bij lieve Uni. Maar ik vond gisteren de pas de deux, vond ik heel erg leuk om te doen. Het ging niet heel erg goed, maar ik vond het wel heel gaaf om eindelijk een keertje in zo'n jurk op Mo te zitten. Dat was heel cool. Dus ik vond het wel heel erg leuk. En we zijn uiteindelijk vierde geworden van de zeven. Dus dat is nog best wel netjes. En mijn moeder en mijn zus zijn vijfde geworden. Dus ja, wij zijn precies in het midden. We hebben drie zijn hoger dan ons geëindigd en drie lager dan ons geëindigd. Dus en ze hadden op ons protocol gezet dat ze een aantal figuren, want je moest dan ook je eigen proef bedenken, dat ze een aantal figuren heel erg leuk vonden en origineel vonden. En dat ze het ook knap vonden dat we het op moeilijke pony zetten. Nou ja, vooral Joomla was lastig. Mo, die liep op zich wel braaf totdat hij mijn jurk dus zag in de spiegel. Dat vond hij iets minder. Maar ja, ik vond het wel heel erg leuk om te doen. Dus ja, zeker wel geslaagd. En als jij deze video ook leuk vond, dan dus even een duimpje omhoog. En wil jij nou mijn vorige video zien dat ik mijn eerste training van een junior stimuleringsplan heb? Check dan even deze video. Of wil je nog veel meer video's zien? Check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!